Mijn naam is Gijs Verveen, ik ben 20 jaar. Ik ben student op het ROC Midden-Nederland en doe de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Ik ben Aurel Kandoussi, ik ben 20 jaar, ik ben een medestudent van Gijs van Veen. Wij gaan vandaag naar de Rivierenwijk en de Dichterswijk om Hart van Mijn Buurt te ontdekken. Morgen. Zou ik u het mogen vragen? Over de wijk Utrecht in de buurt. Over de wijk Utrecht in de buurt? Over hier. Ik loop er wel vaker naar school. Oké. En dan gaan we naar Utrecht of zo. Gezellig. Goedemorgen. Zouden we u een vraag kunnen stellen over de buurt? Hoe lang woont u hier al? Ik woon hier 50 jaar. 50 jaar? Nee. Wij wonen naast elkaar. Naast elkaar. Wij altijd samen even een stukje wandelen met haar. Ja. Ja, zij is nummer 20, ik 18. Wij gek op elkaar. Ja. Lieve buurtjes hoor. Ja. Nou, zie je het al? Als ik haar niet zie, dan krijg ik kribbel aan mijn hart. Ik ga naar mijn buurvrouw kijken, hoe is het met haar? Ja. Kom, we gaan, zo we gaan, ben ik. Je mist het. Ik ga niet alles vertellen. Jongens, hey, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Nou, ik woon hier verderop en ik heb nog nooit gehoord van deze kapsalon. Nou, dat is wel heel bijzonder, want we zitten hier al meer dan 100 jaar. Ja, dat zag ik daarboven. Ja, ja. Dus dat had je niet kunnen missen. Nee. Die foto daar van die meneer, dat is de eerste eigenaar. Kijk, hier zie je zijn stoelen, zeg maar, zijn eerste stoelen. En hier heb ik dus de hoofdsteun van die stoel. Dus die is gewoon meer dan 100 jaar oud. Dit is ook de oude Kruiselaan. Wat is dit? De Rijnlaan. Daar reed een tram. Ik had nog een vraag over de buurt. Wat vindt u van de buurt zelf? Ja, je maakt hele leuke dingen mee. Hè? Trouwerijen, geboortes. Maar ook wel eens vervelende dingen van mensen die ziek zijn. Of... Dus je praat wel veel met klanten? Ja, heel veel. Ik zie dit ook een beetje als een huiskamer. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar toch? Je krijgt hier een goede indruk van. Wat voor soort mensen komen hier in de winkel? Toen ik hier kwam werken 15 jaar geleden, dan moet ik heel eerlijk zijn. Toen de vorige eigenaar zeg maar, er nog in zat, had ik heel veel oude mannetjes. Mm-hmm. En dat was natuurlijk ook hartstikke grappig en hartstikke leuk. Maar dat is natuurlijk niet iets voor de toekomst. Nee. Ik bedoel, je weet dat op een gegeven moment... Ik heb ook heel veel klanten, zeg ik dan ook altijd, ja, bijna niet zien sterven. Maar dat ze op een gegeven moment niet meer kwamen. Nee. In de tijd van de crisis bleef iedereen hier wonen. Mensen durfden hun huis niet te verkopen of het huis stond onder water. De crisis is nu voorbij. Heel veel mensen gaan verhuizen. Dus ik heb echt tientallen gezinnen zien vertrekken. En ja, nu is het natuurlijk wel de kunst om dan toch weer mensen naar binnen te krijgen, zeg maar. Ja. En u vindt het nog steeds leuk? Ik vind het nog steeds leuk. Ik zou niet anders meer willen. Ik ga één keer in de 6 weken ga ik ook... ja, dat is dan een soort vrijwilligersbaantje. Op maandagmiddag in het Ronald McDonald huis ga ik knippen. Dus je doet wel iets voor de buurt, maar een andere buurt. Ja. Ja, vrijwilligerswerk. Gewoon voor de goede doel, zeg maar. Wat denk je? Het is heel mooi gedaan. Dat mag weer, hè? Ja. We gaan nu daarheen. Dat is echt een Utrechtse cafeetje. Ons Honk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe laat gaan jullie open? 9:30. Wat vindt u het leukste van uw werk? Gewoon met mensen omgaan en het gezelligheid. Contact. Bent u eigenaar hier? Ja. Ja? Hoe lang bestaat het al? Het zit hier al een café, 30 jaar. Ik kom hier al 20 jaar, geloof ik. Of geloof ik, volgens mij 21. Je koopt onder de mensen, dan zit je ook maar thuis en hier kan je gewoon gezellig een slokje doen en gewoon lekker praten met de rondom elkaar, lekker slapen ouwe hoeren en gewoon gezellig.
Nou, wij zijn wel een café wat zich richt op de arbeiders. En, niet op de studenten. Ze zijn hier van harte welkom, hoor, maar dat is niet echt onze doelgroep. Wij zijn meer voor de arbeiders, de bouwvakkers. En, nou, je kan het ook wel zien aan de vloer, hè, want als ze binnenkomen lopen vergeten ze de voeten te vegen. Maar mensen die gewoon de geld met hun handen verdienen. Dat zijn meer onze mensen. We hebben wel eventjes getwijfeld om ons een beetje te gaan richten op het nieuwe publiek wat hier is komen wonen. Want je hebt hier, vooral in de straat, zijn heel veel huizen zijn appartementen geworden. Ze worden gesplitst in 3 woningen. Maar dat is toch eigenlijk ook niet zo ons ding. Ouderwets. Ja, ja, een potje kaarten, dat soort dingen allemaal. Ik hou ook wel van kaarten. Met vrienden, voor iets spelen, maar... Ik kom hier verder, kent u Smaragdplein? Ja. Dat lounge daar in het hoekje? Ja, ja, ja. Daar ben ik wel elke avond, dus... Nou, wij hebben natuurlijk voor... dat is sowieso voor natuurlijk niet zoveel mensen van buitenlandse afkomst, omdat die over het algemeen natuurlijk niet drinken. En er zijn wel echt cafés waar sterke drank wordt gedronken. Dit zijn dus echt Utrecht-fans? Ja, hier wel. Dus geen Ajax die nee, welkom, hè? Geen Ajax of Feyenoord. Hé, hey, doei, hè? Hey, later. Goedemiddag. Goedemiddag. Kom hier alleen Marokkaans of Turkse of alles? Vroeger alleen Marokkaans. Maar nu hebben we ook heel veel Afghaanse mensen, Surinaams, Turks, Nederlands. Ja? Ja. Mag ik een paar jurken van je zien? Ja, 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 dat kan. Eens even kijken, dan beginnen we met deze. Ja, die is mooi. Ja, die is wel... ja, en om zo'n jurk te maken ben je ongeveer 4 weken bezig. Zo. Ja. Maar ja, alles wordt dan gewoon met de hand gemaakt. Ja. Kraaltjes gaan er met de hand op. Oké. Okay. En maak je zelf? Nee, nee, nee. Ik zelf ben absoluut niet handig met naald en draad. Nee. En hoe is het contact met de buurtmensen? Ja, ja, het is wel leuk. Al verschillende nationaliteiten. De buurt is best wel rustig. Mensen zijn best wel behulpzaam. Ja, het enige... ja, maar dat heeft dan misschien een beetje te maken met de studenten. Het is altijd wel goed, hoor. Is dat ze een beetje te veel rommel achterlaten. Er is bijvoorbeeld ook altijd een hele lieve oude dame. Elke ochtend loopt ze gewoon met een prikker en een Albert Heijn tasje. En dan gaat ze gewoon... ja, gewoon een beetje de vuil oppikken. Dank voor je tijd. Nee, tuurlijk, graag gedaan. Dank voor je tijd. Nou, jullie heel veel succes nog. Dank je wel. Eerst alle speeltuinen in Utrecht beheerd door de welzijnsorganisaties. Maar ja, deze speeltuin is sinds 1 januari overgegaan naar bewoners. En ik vind het mooi als het van bewoners is en dat bewoners het ook zo zien dat die voor iedereen is. En niet alleen na schooltijd voor een bepaalde groep kinderen, maar dat het echt een ontmoetingsplek is voor de buurt. Ja. De gemeente die had de wens om de speeltuinen wat meer richting, wat meer voor de bewoners, aan de bewoners terug te geven. En toen is er een stichting ontstaan in 2014. En dan ben ik betrokken geraakt als vrijwilliger. Per 1 januari 2018 hebben wij het sociaal beheer overgenomen van de speeltuin. Wat is eigenlijk het verschil tussen de Rivierenwijk en Dichterswijk? Want het ligt best dicht op elkaar. De Rivierenwijk is wat meer een arbeiderswijk. Hoe bedoelt u arbeiderswijk? Ja, wat kleinere huisjes, een hele andere type woningen, ook een ander type mensen. Dichterswijk is wat meer een wijk die je wat meer bij het centrum kunt betrekken. Rivierenwijk is daarvoor eigenlijk een soort van een brug te ver nog, omdat dat niet direct bij het centrum ligt. Wat voor opleiding doen jullie eigenlijk? De opleiding zelf heet Helpende Zorg en Welzijn. Ja, en wat wil je daarmee verder gaan doen? Ik weet het nog niet precies. Voor mij is het echt om niveau 4 uiteindelijk te doen. Dus... ja. En wil je dan ook iets voor je eigen wijk of voor de stad gaan betekenen? Nou, ik heb aangemeld voor sociaal. Dus... en dat is heel breed, dus daar kun je echt veel richtingen op. Ja. Dus ik ga die richting doen. Oké. Okay. En denk je dat je dan straks ook iets kan vertellen over deze wijk? Hoe sociaal deze wijk is of hoe divers? Dit helpt mij sowieso wel. En dit is ook sowieso iets goeds voor mij, want ik heb binnenkort een
een gesprek op school. Dus dit is allemaal positief voor mij. Op je nieuwe school? Ja. Of op je oude school? Nee, op een nieuwe gesprek school. Op je nieuwe school? Omdat ik bijna... Wij zijn allebei... We zitten in onze laatste maanden. Ja. En dan kunnen we, hoop ik, een diploma krijgen. Wauw, als je goed je best gedaan hebt. Ja, en we hebben in de wijk dus ook een organisatie, Stichting Beschermd Wonen Utrecht. Dus dat zijn mensen die met een bepaalde indicatie die dan zelfstandig kunnen wonen. Ja. Nu wonen hier dus ook in de wijk. Ik kwam vaak bij iemand thuis. Ik had volgens mij een maagverkleining gehad en ik moest hem helpen met dieet en sportief te doen. Oké, en wat ging je dan doen met hem? Hem motiveren om toch naar buiten te gaan wandelen. Maar het had altijd geen zin en ik moest echt hem motiveren om toch naar buiten te gaan of met hem naar de sportschool gaan. Maar als ik even niet kwam, dan ging hij ook weer, niet. Ja. Oh, je was echt zo'n motivator. En moest je daar ook plannetjes voor schrijven? Ja, sowieso, ja. Ja. Ja, dus je zet je eigenlijk ook wel in voor je medemens of voor de buurt. Ja, zeker weten. Ja, dat moet wel tegenwoordig. Toch? Zeker. Kijk, nou, dit gewichtje. Ik stuur je dit van boven. En deze letters zijn mijn ogen. Ik zie je vaker lopen, lees de briefjes op je telefoon. Ook dit bericht past in je hand. Ik heb je lief. Leuk, hè? Ja, zeker. Ik vind het echt geweldig. Kom, lopen we richting de boog. Wat denk je zelf dat je voor je eigen wijk kunt betekenen op dit moment? Bij mij achter even een bejaardenhuis. Ja. En dan zouden ze... Bijvoorbeeld als vrijwilliger zou je daar bijvoorbeeld met de ouderen een praatje kunnen maken. Of boodschappen voor ze kunnen doen. Ik denk dat ook heel veel helpt, denk ik. Ja. Daar maak je hen ook echt blij mee. Want dat zou jij wel willen doen? Ja. Ik wil echt eigenlijk werken meer met de jongeren. Dus de oplossing voor de hangjongeren. Ja. Hoeven ze van straat te halen. Zulke die richting op. Niet echt met de ouderen. Nee, oké. We hebben... te maken met jongeren die echt geld willen verdienen en daarom het vrijwilligerswerk achter zich laten. Wat is daar eigenlijk een oplossing voor of een tip? Uiteindelijk zullen die mensen er, denk ik, hoop ik, achterkomen dat geld niet alles is. En dat je gewoon ook echt voldoening uit je leven moet halen. En voldoening haal je niet altijd uit geld. Natuurlijk is geld makkelijk en zeker als je jong bent, want je moet je huisje kopen, je moet je huisje inrichten. En misschien wil je, je moet je leven inrichten, dus daar is geld voor nodig. Dus u bent er niet mee eens dat geld gelukkig maakt? Nee, daar ben ik het niet mee eens, nee. Geld is maar alleen maar uit te drukken in nummers. En dat betekent dat hoe meer je hebt, hoe minder tevreden je bent, want nummering houdt nooit op. Precies. Ze zijn op zoek naar iets en dat haal je gewoon niet altijd uit geld. Nee. Wat is je conclusie van de dag over Dichterswijk en Rivierenwijk? Dat heel veel mensen vrijwilligerswijk doen. En dat ook heel veel mensen zich inzetten voor de buurt, zeg maar. Ook dat ze het niet eens zelf doorhebben. En wat vond je van het idee van Fayette dat geld verdienen niet zo belangrijk is, maar vrijwilligerswerk? Het hoeft niet allemaal altijd om geld te draaien. Dat zijn ook maar getalletjes, zoals hij zei. Ja, daar heeft ze me ook... Ja. De conclusie van de dag is dat de Dichterswijk en de Rivierenwijk zeker weten een hartje te verdienen. Zet hem maar neer.